Ja, nu is die dus kapot, de pomp. Ja, ja. Ik zie ook dat u weinig onderhoud heeft gepleegd of heeft laten plegen. Kijk, er is natuurlijk vocht bijgekomen en dat is in de pomp gekomen. Ja, dan gaat die natuurlijk kapot. Oké, maar wat gaan we nu doen dan? Nou, ik ga hem uitzetten om erger te voorkomen. En ja, misschien dat u even met kantoor kan bellen om te kijken wat die verder kunnen doen. Ja, nou ja, er zit niks anders op denk ik dan, hè? Nee, dan ga ik hem even uitzetten. Ja, ja, ja. Ik kan natuurlijk met hun bellen, maar ik kan ook met een andere partij bellen die misschien wat meer meedenkt. Ja, de pomp is helaas kapot nu. Oh, oké. Mag ik u vragen hoe u het onderhoud heeft geregeld van deze installatie? Op dit moment is het helaas niet geregeld. We hadden een onderhoudscontract, maar dat is 1,5 jaar geleden opgezegd. Ja, budgettaire redenen. Je moet het bedrijf, je moet bezuinigen. Dus op dit moment vindt er alleen onderhoud plaats als er een probleem is zoals vandaag. Dan komt er iemand. Ja, verder niet. Ja, ik kan me voorstellen hoor dat een bedrijf dat soort keuzes maakt. Het is wel zo natuurlijk, kijk, nu moet ik een nieuwe pomp bestellen, dat ga ik ook zeker doen. Ja. Maar een pomp gaat echt langer mee als we hem regelmatig laten onderhouden. En ja. Dat drukt natuurlijk uiteindelijk de kosten ook. Ja, nou inderdaad, ik wil eigenlijk het onderhoud nog als contract weer eens een keer op de agenda zetten bij de directie inderdaad. Dat is wel een goeie. Ja. Nou, ik ga in ieder geval een nieuwe bestellen nu, zodat u er snel weer warm bij zit. Okay. Zal ik een adviseur van ons contact met u laten opnemen, zodat u het met hem over een onderhoudscontract kunt hebben? Dat is wel een goed idee, hè? Ja. Nee, laat hem maar bellen, dat is prima. Oké, die neemt contact met u op dan. Uitstekend. En dan ga ik er nou snel achteraan, zodat hij snel weer lekker warm zit. Oké, we hopen het. Succes. Ja, dank je wel.